Nico Koppers, laten we beginnen met het goede moment, de goal. Wat een buitengewoon mooie actie van jou en Tom Haaien. Ja, inderdaad. Ja, daar trainen we op en Tom geeft er gelukkig goed mee aan mij. En hij was een goede voorzet en Franny kopte hem ook geweldig in. Dus dat was een mooi moment. Het publiek ging erachter staan. Lekkere vroege voorsprong. Dan denk ik, dit is hetgene wat Willem II nodig heeft. Wat ging er daarna mis? Ja, weet ik. Ik vond dat we daarna nog steeds wel kansen creëerden. Maar ik denk na een minuut of 20, 25 dat Excelsior steeds meer de bal kreeg. En dat we een beetje achter de bal aanliepen. We kregen niet echt meer druk op. En we dachten misschien van ja, het is wel goed zo. Maar we hadden eigenlijk gewoon door moeten drukken. En misschien hadden we het al kunnen beslissen dan de eerste helft. Maar nu bleef het spannend en dan vliegt er zo'n bal in. Ja, dat is ook een beetje pech natuurlijk. Maar we hebben het wel aan onszelf te wijten, denk ik. Ja, want het is zonde. Want als ik aan jou vraag hoeveel kansen Excelsior heeft gecreëerd... Ik kan er niet echt één opnoemen inderdaad. Misschien een paar halve mogelijkheden. Misschien een voorzet, maar geen kansen. Nee. Nee. En dan geef je hier dus heel veel weg. Want plaats 11 op de ranglijst of een plaats tegen de onderste regionen aan, maakt nogal veel verschil. Ja, zeker. Nee, we hadden hier gewoon goede zaken kunnen doen en aansluiten kunnen vinden met de middenmoot. En dat hebben we zelf laten liggen. Dus dat is wel heel erg zonde. Ja. Even over jou persoonlijk. Willem II heeft een concurrent voor je gehaald, Derek Chimanga. En ik vind je de laatste weken steeds beter spelen. Had jij een concurrent nodig? Nee, vorige week was hij nog niet, dus dat had er niks mee te maken. Maar ik wist wel dat ze nog een linkspoot erbij wilden halen. Dat had de trainer ook gezegd. En het is ook niet erg. Ik denk dat iedereen van concurrentie sowieso niet slechter wordt. En ik moet gewoon doorgaan waar ik mee bezig ben. En dan beslist de trainer wel wie er speelt. Dus, Ik denk als jij zo speelt, dat Chimanga nog een hele vervelende tijd hier gaat hebben in Tilburg. Ik hoop het. Dat is de bedoeling.